De politie is volop bezig met het onderzoek naar de dood van de 21-jarige Nathalie Polak. Zij werd dood aangetroffen na een brand in haar appartement in Buren in de nieuwjaarsnacht. Op 1 januari was er brand in een woning in een appartementencomplex aan de Concorde in Buren. En eh, toen de brand geblust was, bleek dat er een dodelijk slachtoffer was te betreuren: 21-jarige bewoonster. We hebben die brand in onderzoek en we hebben ook de doodsoorzaak in onderzoek. Nu blijkt na de sectie dat deze 21-jarige bewoonster door een misdrijf om het leven is gekomen en dat er in de woning sprake is van brandstichting. Nadat de brand was geblust, heeft het forensische onderzoeksteam de woning bekeken, de directe omgeving is bekeken. En we zijn gestart met een buurtonderzoek. Niet alleen spreken we met de familie van het slachtoffer, bekenden van haar, bewoners van het appartementencomplex, maar ook mensen in de directe omgeving. Dat is niet alleen op 1 januari gebeurd, dat is ook in de dagen daarna gebeurd. En dat kan ook zomaar zijn dat dat ook weer de komende weken blijft doorgaan. Zo is er bijvoorbeeld zaterdag ook een sporenonderzoek gedaan, een onderzoek naar aanwijzingen in buren zelf in de directe omgeving van de woning. Het onderzoeksteam dat bestaat uit 25 rechercheurs, um, dat is iedere dag bezig om te kijken um, wat kunnen we met de verhalen die we horen van de mensen waar we mee spreken. Wat leveren de sporen ons op die we vinden in de omgeving, in de woning, om tot uiteindelijk natuurlijk tot uh, de dader te komen. Tot uh, wat heeft geleid? Tot de dood van deze vrouw en tot de brandstichting in die woning. Het politieteam bestaat uit 25 regisseurs. Die zijn iedere dag bezig om te kijken van wat uh, leveren die gesprekken met buurtbewoners, met familie, met bekenden uh, op aan informatie. Naast het spooronderzoek dat we hebben gedaan. Maar hopen we natuurlijk nog steeds op mensen die iets kunnen vertellen over wat er die laatste dag is gebeurd met Nathalie. Misschien hebben ze haar gezien, de 31ste oudjaarsdag. Misschien met iemand anders. Wij horen die informatie heel graag. Misschien kunnen ook mensen iets ons vertellen over de brand die in de woning heeft gewoed. Laat ze dan in ieder geval contact met ons opnemen. Hebt u informatie die kan leiden tot de oplossing van deze moordzaak? Of hebt u informatie omtrent de dood van Nathalie? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via 0900 8844 of via Misdaad Anoniem 0800 7000.